Het Formule 1 seizoen van 2023 gaat op vrijdag 3 maart van start in Bahrein. Maar ook daarvoor is er nog wel het een en ander om naar uit te kijken. Want van 23 tot en met 25 februari is het tijd voor de wintertestdagen, ook in Bahrein. Wat betekent dat voor die datum alle tiende teams hun nieuwe wagen wereldkundig zullen maken. Of in ieder geval een soort van eerste indruk moeten geven. Want ja, de teams zullen natuurlijk de concurrentie niet wijzer maken dan nodig is. Maar goed, wat mag je nou allemaal precies verwachten van het nieuwe seizoen? Nou, dat leggen wij natuurlijk uit in deze gloednieuwe. GP Special Max Verstappen heeft het afgelopen seizoen met 15 overwinningen in 22 races ja nogmaals bewezen dat hij een heel bijzonder talent is binnen zijn generatie. Maar de volgende stap ligt alweer binnen handbereik voor hem. Een derde wereldkampioenschap zou hem namelijk de elfde coureur uit de geschiedenis van de sport maken die dit voor elkaar heeft gekregen. Waarmee hij zich dan weer op gelijke voeten zou scharen met mannen als Niki Lauda, Nelson Piquet, Aaron Tonsenna en Sir Jackie Stewart. Nou, gezien de marge die Rebel Racing heeft tegenover Ferrari en Mercedes voorafgaand aan de tweede Seizoen van de nieuwe technische reglementen is het niet heel ondenkbaar dat ze hem voor een derde keer kunnen gaan pakken. Concurrentie moet in ieder geval wel een flinke stap vooruit zetten met de 2023-wagens. En Perez die weet mogelijk opnieuw wel weer een stap te zetten. Maar goed, het lijkt onwaarschijnlijk dat de Mexicaan Verstappen helemaal tot het einde zal weten te pushen. Mattia Binotto die heeft zijn taken als teambaas bij Ferrari neergelegd en wordt opgevolgd door Frederik Vasseur. De man die Alfa Romeo bij de hand nam, waardoor het team van Veldvulling is opgeklommen tot de zesde bij de constructeurs in 2022. Ja, de Fransman zal zijn handen vol krijgen als Ferrari voor het eerst sinds 2008 weer een wereldkampioenschap uit het vuur wil slepen. Dan zal de titelstrijd toch wel een stukje intenser verlopen als hij het voor elkaar krijgt om vanaf de eerste race het team organisatorisch op orde te krijgen. Ja, een opsteken voor hem is in ieder geval dat hij twee getalenteerde coureurs in zijn schoot geworpen krijgt. Leclerc en Sainz zijn in staat om vanaf het eerste weekend te vlammen, mits de nieuwe Ferrari hier klaar voor is. En vlammen bedoel ik dan in de goede zin, niet zoals de auto van Sainz in Oostenrijk toen die vlam vatten. Mercedes kende een toch wel teleurstellend seizoen in 2022, maar de overwinning van George Russell in Brazilië ja, liet toch ook wel weer zien dat de zilverpijlen een goede weg zijn ingeslagen. De W14 biedt het team de kans om met recht te zetten wat er nou precies mis was met zijn voorganger door een aantal fundamentele problemen van de W13 weg te werken. Nou goed, mocht Mercedes hierin slagen, dan zouden ze direct vanaf de start ja, toch wel een bedreiging kunnen gaan vormen voor Red Bull Racing en Ferrari. Ja, daarnaast zal Mercedes tijdens de doorontwikkeling niet meer te hoeven focussen op het oplossen van de porpoising... Beuren, waardoor het team de kans krijgt om de updates op de wagen te zetten die de performance ten goede komen. Nou, hiermee zal er ook natuurlijk een einde komen aan het experimenteren in de vrije trainingen. Iets wat we het afgelopen jaar toch wel vaak hebben gezien. Ja, het kampioenschap winnen is gezien de performance van het afgelopen jaar misschien wat vergezocht. Maar het zal wel een verrassing zijn als Mercedes geen grote sap richting Red Bull Racing en Ferrari zou zetten. Hoewel er na zijn Formule 2 kampioenschap weinig mensen van mening waren dat de Vries geen plekje in de Koningsklasse verdiende, heeft hij de afgelopen jaren toch wel met het stempel ongeschikt rondgelopen. Dit terwijl hij wel indruk maakte in verschillende raceklassen en beslag legde op het wereldkampioenschap in de Formule E. In feite heeft hij laten zien dat hij snel is in alles wat vier wielen heeft. Zijn invalbeurt op Monza bij Williams afgelopen jaar was echter de dag dat hij zijn ticket naar de Formule 1 definitief uit het vuur sleepte. En De Vries die vroeg zich natuurlijk toe. Bij het team van AlphaTauri. Het team kreeg afgelopen seizoen het gewicht van de AT03, maar niet in orde, waardoor goede resultaten toch wel grotendeels uitbleven. Het is echter aannemelijk dat deze problemen er deze wintermaanden uitgefilterd worden en dat is goed nieuws voor de Vries en Tsunoda. Want AlphaTauri zou zich dan zomaar eens kunnen mengen in de strijd om de zesde plaats bij de constructeurs, wat betekent dat er regelmatig finishes in de punten mogelijk zijn. Ja, en dan door naar het team van Alpine. De A522 of de A522 van Alpine was een razendsnelle auto. En bij vlagen zelfs in staat om het gevecht met in ieder geval Mercedes en Ferrari aan te gaan. Maar goed, we hebben toch best wel vaak gezien afgelopen seizoen betrouwbaarheidsproblemen. Die hielden het team ervan dat McLaren eenvoudig werd verslagen in de strijd om de vierde stek bij de constructeurs. Nou goed, even ervan uitgaan dat deze betrouwbaarheidsproblemen er deze winter uitgefilterd worden. Zou het geen grote verrassing zijn als Alpine volgend seizoen... Oh, ...toch wel op regelmatige basis om podiumplaatsen kan gaan vechten. Ja, daarmee kan het team van Alpine de rol van Mercedes overnemen die zij afgelopen jaar hadden. Namelijk ja, het gat vormen tussen de topteams en het middenveld. Nou, we gaan misschien wel wat saaie races zien dan van Pierre Gasly en Deze Esteban Ocon... ...maar dat betekent wel dat het team in de goede richting zit. En het plotselinge vertrek van Andrea Seidel kan slecht uitpakken voor het team van McLaren. De overstap van Seidel naar Sauber Group komt voorafgaand aan een seizoen ja, waarin McLaren eigenlijk direct op het goede spoor zal moeten belanden. Aangezien Norris en nieuwkomer Piastri getig zijn om in de voorstel van het veld te vechten. Ja, het team heeft wel een nieuwe teambaas, Andrea Stella. En het beste wat het team nu kan doen is op gelijke voet te blijven met Alpine en te wachten totdat de nieuwe windtunnel volledig functioneel is voordat uh, de jacht wordt geopend. De kop van het veld. Haas lijkt met MoneyGram eindelijk een betrouwbare hoofdsponsor te hebben gevonden die de activiteiten van het Formule 1-team grotendeels kan bekostigen. Als afgelopen seizoen een voorbode was van wat het team kan bereiken in een gelijkwaardig speelveld, dan ziet het er toch wel rooskleurig uit voor het Amerikaanse team. Ja, de beslissing om Nico Hulkenberg terug te halen na zijn bettocol van drie jaar is inderdaad opvallend, maar laat zien dat het team zich focust op de ontwikkeling van de auto. Op het oog. Goede beslissing, waardoor Haast de komende jaren wellicht een steeds betere vorm aan zal nemen. Williams had het afgelopen jaar een stap in de goede richting moeten zetten, maar viel in plaats daarvan eigenlijk nog verder terug. Alexander Albon vormde een lichtpuntje voor het team, maar een auto die simpelweg constant niet competitief was, ja, bleek toch wel de laatste druppel te zijn voor team-eigenaren van Dortmund Capital. Jos Capito die legde namelijk zijn taken neer als teamma's en CEO. Logan Sargent is nu ook binnengehaald bij het team. Jong talent en uh, gezien zijn Amerikaanse achtergrond, marketingtechnisch toch ook wel interessant. Maar goed, hiermee kan de gegenereerde aandacht ook snel omslaan in negatieve aandacht. Als blijkt dat de auto opnieuw niet vooruit te branden is. Williams zal dan ook vastberaden zijn om dit jaar niet op de tiende plaats bij de constructeurs te eindigen. Goed, pas hem dan. Wat verwacht jij eigenlijk van het 2023 seizoen? Laat het weten in de comments hieronder. En vergeet je ook zeker niet te abonneren op dit kanaal. Hoi.